Wat het verwijt is dat wij zouden dan schelden of polariseren. Nou, niet zouden, meneer Wilders. We hebben allemaal de voorbeelden van het schelden ook gezien. Weet u wat polariseren is? Nou, zegt u. Weet u wat polariseren is? Polariseren is als je 1 miljoen mensen, kiezers, bij voorbaat buitenspel zet. Polariseren is als je mensen zonder corona toegangsbewijs een paar jaar lang niet aan het maatschappelijk het leven laat deelnemen. Polariseren is dat je mensen die een AOW hebben, die niet gekoppeld is, die je vervolgens kort, die niet iets extra's krijgen en die niet mee mogen doen. Polariseren is als je 60 miljard uitgeeft van je linkse hobby's over klimaat en stikstof en tegelijkertijd mensen laat verrotten als het gaat om een energie. Nee, maar het polariseren, gebruikt door de partijen als het CDA van mevrouw Sterk, als partijen als D66, zij polariseren en ik laat dat mijn kiezers niet in de schoenen schuiven. Ik laat dat mijn mensen niet in mijn schoenen schuiven. We hebben goede ideeën, wij knokken ervoor en de polarisatie ligt aan de kant van de partijen die tegen Nederlanders zeggen, kijk het maar, wij vinden onze linkse hobby's en Europa en de Italianen belangrijker dan onze eigen mensen. Daar doen wij niet aan mee.